Een fotograaf staat te dromen aan het water van een rivier. Ziet hij opeens een inheemse vrouw, ook bij de rivier, maar een eindje verderop. Onder een paar bladeren door weet hij nog net het moment te pakken waarop ze iets uit het water vist. Wat mooi, dat paarsrode water en wat een prachtige kleren. Heel idyllisch, zo lijkt het. Wat is het dat ze vasthoudt? Een vis? Ze heeft een beet zoals je een vieze onderbroek oppakt. Veel leven zit er niet in de vis. De vrouw woont in een nederzetting van de Pataxo Hahahai-stam. Dagelijks lopen zij en haar stamgenoten naar de Paraopeba-rivier. Ze wassen er hun kleren, wassen zichzelf, ze vissen, ze halen drinkwater. Zonder de rivier geen leven. 5 kilometer noordelijk ligt een ijzermijn. Het afvalwater van de mijn wordt opgevangen in een bassin ter grootte van 50 voetbalvelden. 3 weken geleden breekt een dam van het bassin. Rode modder vaagt een nabijgelegen plaatsje weg. Honderden vinden de dood. Uiteindelijk bereikt de modderstroom de Paraopeba-rivier. De multinational Vale is eigenaar van de mijn. Vale ontkent dat het afvalwater giftig is. Hier op de beurs de waarde van de aandelen van Vale en hier op de site van Vale hun ethische waarde. Zij is met haar stam naar de rivier gegaan om polshoogte te nemen. De hele rivier drijft vol dode vis. Hun levensader is vergiftigd. Ik kan me niet voorstellen dat ze deze prachtige uitdossing elke dag draagt. Te vieren valt er niets. Een ceremonie zou kunnen. Daar passen de hoofdtooi, de kettingen om haar nek en het grasrokje goed bij. Het gunstig stemmen van de riviergod, hou ik het maar op. Inheemse volkeren die weten goed te leven met wat bovengronds voorhanden is. Haar rokje van gras wordt al eeuwen gedragen. Net zoals het rokje van bladeren of van leer, het is maar net wat de omgeving te bieden heeft. Wij kennen het grasrokje pas sinds de jaren 50. Minnie en Mickey Mouse mochten van Walt Disney een keer op vakantie naar Hawaii. Minnie maakte van vreugde een dansje in een grasrokje. En nu liggen ze van plastic in de feestwinkel.